Mijn naam is Richard van WP Helpdesk en in deze video ga ik je laten zien hoe je een menu toevoegt in WordPress. En we beginnen met je website. Je bent ingelogd op het dashboard en ga je onder weergave naar menus. Dan vervolgens moet je een nieuw menu toevoegen. Deze moet je eerst een naam geven. Dat geef dan eventjes de naam hoofdmenu. Dan klik je op menu aanmaken. Dan kies je de locatie waar je het menu wilt laten zien. In dit geval van het thema 2017, wat we in het voorbeeld gebruiken, gaan we voor het bovenste menu. Dat komt direct hier onder de foto te staan. En dan kunnen we de pagina's toe gaan voegen aan het menu. Dat kan je doen door ze aan te klikken en op de knop aan menu toevoegen te klikken. Vanuit dit overzicht kan je ook een bericht toevoegen aan het menu. Door het bericht aan te klikken of te zoeken. Ook aan het menu toevoegen. En je kan er ook voor kiezen om een aangepaste link toe te voegen, in dit geval Facebook, voor als je wilt linken bijvoorbeeld naar je Facebookpagina. En dan heb je dus alle menu-elementen in je overzicht staan en dan kan je door met je muis op een item te gaan staan, linkermuisknop inklikken en vervolgens kan je deze omhoog of naar beneden verslepen en in zo'n blok met stippellijntjes neerzetten waar je hem wilt tonen. De homepage doen we als eerste. Dan berichten, voorbeeldpagina, Facebook. Als je zo'n element inklikt en je gaat een stukje naar rechts sleepen, dan springt hij in en dan maak je een zogeheten sub-item aan. En je kan ook een sub-item van een sub-item aanmaken. En als je wilt ook een sub-sub-sub-item. Als we dat gedaan hebben, kiezen we voor menu opslaan. En als we nu de pagina opnieuw laden, dan zie je dat hier het menu is verschenen. De homepage, de berichten met het sub-item, met het sub-item, met nog een keer een sub. En dat is hoe je een menu toevoegt in WordPress.